John, ik sprak net met Stijn Wuitens en die zei van... Ja, ik heb eigenlijk met meer Willem II's bij AZ gespeeld dan bij Willem II zelf. Dat betekent dat dat een bijzondere wedstrijd is. Dat kan haast niet anders. Ja, met name voor die jongens natuurlijk. Als je ziet hoeveel spelers met een AZ-verleden op dit moment daar spelen. We hebben natuurlijk een aantal jongens die we daar verhuurd hebben. En met Ben en met Job. Fernando hebben we daar. Tom Haaien. Dus ja, er zijn genoeg jongens die. Ben natuurlijk. Ja, die daar spelen. Maar ja, dat is zo werkt het in het voetbal. En wij zijn met onszelf bezig. Maar het is wel leuk om. Ja, om die gasten morgen weer even te zien. Of zaterdag. Ik had het met Stijn ook over zijn positie. Hij is centrale verdediger geworden. Eigenlijk, na een toeval, hij was toch als middenvelder gehaald. Gaan we weer die discussie over Nee, de nee, nee, positie maar... van Stijn? Als ik zie hoe Stijn, want dat is toch... Hij was er namelijk heel positief over. Ja, maar als je ziet hoe goed hij daar op dit moment speelt. Hoe belangrijk hij is voor het team. Met zijn kwaliteiten. Dan... Geloof mij, dan hebben we er echt heel goed aan gedaan om Stijn weer links centraal te zetten. En misschien was het in zijn gedachten in het begin even moeilijk, omdat hij zich ook nog middenvelder voelt. Maar ik ben echt heel super blij met hoe hij op dit moment speelt. Zowel verdedigend, maar zeker in voetballend gedeelte, wat we graag willen. Hè? Het voetballende gedeelte van achteruit verzorgen. Daar is Stijn bepalend in. Dus wend er maar vast aan. Daar haal ik hem voorlopig niet weg. Nee, dat zei hij ook. Was heel helder. Even over de AZ zelf. Ik zag een paar jongens dinsdag apart trainen. Hoe staat de groep ervoor? Nou, goed. Joris is fit. Dus die traint weer. We hebben wel wat blessures. Maar goed, de lange blessures zijn bekend. En Ron en Rens die zijn nog niet beschikbaar. Maar voor de rest zijn ja, de groep eigenlijk min of meer hetzelfde als vorige week. Ja, ik zag Wout Weghorst ook bijlopen, maar was ook gewoon even apart. Dat was eventjes uit voorzorg. Soms moet je jongens ook een beetje in bescherming nemen tegen zichzelf. Omdat iedereen wil graag trainen, zeker zoals het nu gaat, dan wil je erbij zijn. Maar ja, je moet altijd wel het belang van spelers individueel in dat opzicht in de gaten houden. En voor Wout was het beter om eventjes individueel te trainen. Maar die traint ook volledig, dus prima. Wat vind je van Willem II trouwens, als je ze dit seizoen zo ziet? Nou, Willem II is natuurlijk een ploeg die ja, een andere manier van spelen is gaan spelen. Vroeger speelde Willem II altijd vanuit de 4-3-3 natuurlijk. En de laatste weken, misschien wel maanden, zijn ze naar 5 verdedigers. 3 daarvoor en 2 spitsen gegaan. Nou, ze hebben daar redelijk wat succes. Maar het is een ploeg die ja, de tegenstander de bal geeft en hoop op de counter zelf. En ja, daar zullen wij op in moeten spelen. We weten dat we hier zaterdag waarschijnlijk een Willem II tegenover ons krijgen. Die heel veel rond de 16 gaat spelen, verdedigen. En hopen dat ze het zo lang mogelijk dicht houden. En van daaruit eruit gaan proberen te komen. Nou, dat is onze taak om dat A te voorkomen. En B, dat we daar met de juiste mensen en de vibe en de spirit die we hebben. Proberen doorheen te voetballen. Nog even terug over Stijn Wuitens. Als hij met Willem II in Alkmaar kwam, zagen ze er toch altijd een beetje tegenop. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Dat is goed om te horen. Dus dat moeten we maar vasthouden dan.